vragen meer zijn. Dus dan stel ik voor dat we naar het verhaal van Erwin gaan luisteren. Erwin van de Rijke Noordzee, misschien kan je jezelf straks even introduceren. En je hebt al Ja, gestart. Start, helemaal goed. zal ik zeker doen, Eneke. Ja, goed, in tegenstelling tot Han ben ik overtuigd dat wind op zee nog zeker tot 2050 en eigenlijk nog langer. Maar goed, ik ben een techneut die beland is in de wereld van biodiversiteit, natuurversterking onder water. In het begin had ik een hele technische pet op, maar die pet wordt steeds meer een biodiversiteitspetje. Dus het is altijd een goede combinatie tussen en natuur en techniek. En ja, daar wil ik jullie vandaag iets meer over vertellen en wat meenemen in het programma van de Rijke Noordzee. Echt een combinatie van wind en natuur. Nou goed, ik zelf ben al sinds 1995 werkzaam in de windenergie. Ik heb mee mogen maken dat wind op land op een gegeven moment de cultuur van wind op zee, of ja, de cultuur van de offshore jongens, ging ontdekken. Twee clashende culturen. Want de windjongens waren destijds de idealisten en de offshore jongens waren de harde contractors. Maar ja, uiteindelijk hebben ze elkaar gevonden, elkaar staal leren spreken en is er een gigantische nieuwe tak van sport uitgekomen, offshore windenergie. Die doen het echt goed. Nou ja, naast het programma De Rijke Noordzee ben ik ook betrokken bij een Europees programma om te kijken van hoe krijgen we al die windparken, zowel op land als op zee. Hoe krijgen we die circulair? Want we maken natuurlijk wel 100% duurzame elektriciteit, maar die windturbine is nog niet 100% duurzaam en deel daarvan is gewoon nog niet circulair. Dat betekent dat we moeten nadenken over de windparken die ooit weer afgebroken gaan worden, decommissionen, maar ook de windparken die opnieuw gebouwd gaan worden. Op welke manier kunnen die dusdanig ontwerpen dat ze ook circulair zijn? En daar speelt natuur en biodiversiteit, zowel op land als op zee, ook een hele grote rol in. Ik werk bij de Rijke Noordzee, maar dat doe ik vanuit mijn eigen bedrijf Echt. En binnen Echt werken wij eigenlijk altijd aan projecten die een sterke link hebben met de SDG's. En die wil ik toch even aanhalen, de Sustainable Development Goals. En voor een van die goals, SDG 14, leven onder water, ben ik namens het ministerie van Buitenlandse Zaken de alliantiecoördinator. En probeer ik eigenlijk te kijken van nou, hoe krijgen we die SDG's nou beter bij de mensen tussen de oren? Want daar moet nog wel wat voor gebeuren. Hier zie je een plaatje van SDG 14. En dan zie je eigenlijk 14.2, het doel. Dat gaat met name over biodiversiteit onder water. En dat is natuurlijk wel een prachtige link met het programma van de Rijke Noordzee. Dus daar ga ik jullie even wat meer over vertellen, het programma de Rijke Noordzee. Het is een programma wat gefund is door de Nationale Postcode Loterij. Het is een droomfondsaanvraag geweest van twee stichtingen, Stichting Natuur en Milieu en Stichting De Noordzee, die gezamenlijk een droom hadden. Hoe krijgen we nou die natuur weer een beetje, hoe kunnen we die kickstart geven, gebruik maken van die windparken die er toch gaan komen? En dat is gegund door de Nationale Postcode Loterij en gedurende 5 jaar, en het programma eindigt eind 2023. Gaan we dus op verschillende manieren kijken van hoe kunnen we nou die biodiversiteit vergroten binnen offshore windparken. Wat Hans straks ook in zijn verhaal heeft verteld, het voordeel van een offshore windpark is natuurlijk dat je er binnen niet kunt vissen, in ieder geval geen bodemberoerende visserij. Dus het is eigenlijk een kraamkamertje voor nieuw onderwaterleven. En dat is eigenlijk ook een beetje de link waarom ze gezegd hebben van nou, hier moeten we een programma van maken. Hier kunnen we wel een mooie klap maken. Wind op zee. Wat betekent dat? Han heeft het straks continu gehad over de Noordzee. Ik heb het voor dit programma over de Nederlandse Noordzee. Dat is daar maar een klein stukje van. Dat betekent dat die tienduizenden windturbines voor de Nederlandse Noordzee vertaald wordt naar ongeveer een 2.500-3.000 windturbines tot 2050. Maar ja, dan heb je het wel over een percentage tussen de 8 en de 22%. Afhankelijk van welke plannen we gaan realiseren, welke doelstellingen. En ook wind op zee, daar hangen ook SDG's aan vast, ook Sustainable Development Goals. We hebben namelijk SDG 4, we hebben heel veel handjes nodig om dat dadelijk te realiseren. Dus de Human Capital Agenda, technische mensen, scholen die dit ook kunnen gaan bouwen, is er daar een hele grote. SDG 7 is eigenlijk dat iedereen betaalbare, betrouwbare, duurzame elektriciteit, energie tot zijn beschikking heeft.
SDG 12, nou ja, hoe gaan we daar op een goede manier qua productie mee om? Dat is circulaire gedachte. SDG 13, klimaatactie. Dat zijn letterlijk het Parijsakkoord. De 2 graden temperatuurstijging voorkomen. Maar ook het CO2-neutraal en de klimaatdoelen die we in ons in Nederland hebben gesteld. SDG 14 en SDG 17, want we moeten het dus met elkaar doen. En dat is een beetje wat Hans straks zei. Noordzeeakkoord. Weet je, die Noordzee, het lijkt groot, leeg, maar hij is overvol. Iedereen heeft daar een functie, iedereen heeft daar een gebruik. En daar moeten we gezamenlijk goed over nadenken. Hoe ziet er dat dan uit als we kijken naar die Nederlandse parken? Dan hebben we een tabelletje gemaakt. Ik heb een rapport geschreven samen met Erik Knol om te kijken van, wat doet offshore wind in verhouding met werkgelegenheid, maar ook kijkende voor wat zou dat de BV Nederland kunnen brengen, want uiteindelijk moet het onderaan de streep ook een beetje kloppen. En dan zie je daar links zie je de parken die gepland staan en rechts zie je, als we uitgaan van het 55 gigawatt scenario, een gigawatt zegt iets voor het opgesteld vermogen, dan praat je ongeveer over 2500, 2600 windturbines. Dus dat is een stukje innovatie is er al in meegenomen, et cetera, et cetera. Nou ja, toen ik zelf begon in de windenergie, 1995, toen was een windturbine, de nacelle, dat is eigenlijk het vierkante huisje, de machinekamer die bovenop die paal staat, was destijds 8000 kilo. Was al best zwaar. Een blad woog daar, of de 3 bladen wogen samen 3000 kilo. De toren 11.000 kilo en 1 zo'n windturbine genereerde elektriciteit voor maar liefst 180 huishoudens. Als we nu kijken in 25 jaar tijd wat voor een innovatie daar heeft plaatsgevonden, dan zien we dat een gangbare turbine van maar liefst 15 megawatt, daar weegt de gondel 600.000 kilo. Nou, je ziet ook het plaatje, het linker gondeltje op een eurotrailertje. Daar rechts zie je een groep mensen staan onder een grote gondel van een windturbine. De bladen 165.000 kilo, de toren van 2.500 ton. Maar nog belangrijker, die ene windturbine maakt dus elektriciteit voor 16.000 huishoudens. En voor een gemiddeld offshore windpark, bestaande voor dat is ongeveer 700 megawatt, betekent dat één offshore windpark ongeveer voor 1 miljoen huishoudens elektriciteit produceert. Geen energie, maar elektriciteit. Dus een enorme groei meegemaakt. Nou ja, die windturbines offshore, die moeten ergens opstaan. En hier zie je een plaatje van verschillende funderingtypes. Op een jacket constructie, een beetje de vakwerkmast die je bij de palen ziet van de TenneT, de hoogspanningspalen. Andere drijvende constructies aan de rechterkant. Je ziet dat dat meer toepasbaar is op het diepere water. En helemaal links zie je eigenlijk de monopaal met daaromheen een cilindertje. En dat is die steenbestorting, hè, om die uitschurende werking van het zand weg te nemen. Dat is eigenlijk van toepassing voor de Noordzee. Niet alleen voor de Nederlandse, maar vrijwel voor de hele Noordzee. Relatief ondiep. Die kunnen tot 35, 40 meter kun je die nog relatief goed gebruiken. Ja, en je ziet een paal, hardsubstraat, met eromheen een steenbestorte cirkel. En die paal heeft toch al een diameter van 8 meter. En die cirkel van stenen die eromheen ligt, heeft een diameter van pak een beet 50 meter. Nou ja, dat is hardsubstraat, daar groeit van alles op. Even heel kort, verschil tussen een windmolen en een windturbine. In de volksmond gebruiken we allemaal windmolens, maar een windmolen heeft vooral 4 bladen, 4 wieken, draait linksom tegen de klok in. Vooral gebruikt voor graan, water en houtzagerijen. De helft van Nederland hebben we te danken natuurlijk aan windmolens, want die hebben gewoon het droog gepolderd. En een windturbine, meestal 3 bladen, draait met de klok mee. De afstand tussen die windturbines is meestal tussen de 5 keer de diameter tot 8 keer de diameter. Dus dan heb ik een beetje gevoel, hoe ver staan die turbines nu uit elkaar? Het leuke van is een beetje een sommetje. De energie in de wind gaat tot de derde macht. Dus een klein beetje verschil in windsnelheid, ja, betekent al tot de derde macht verhouding aan extra vermogen wat je eruit kan halen. Er staat load hours. Dat betekent op land, als je een windturbine bijvoorbeeld hebt van 1 megawatt, op het land heb je gemiddeld 2200 full load hours. Dat betekent dat die 1 megawatt turbine 2200 megawatt uur levert. Gemiddeld huishouden gebruikt 3500 kilowattuur zo ongeveer. En op zee zie je dat het windaanbod hoger is. 4000 full load hours, dus die 1 megawatt turbine doet dan 4000 megawatt uur.
En NIMBY. Straks werd er iemand gezegd, op mijn werk hebben ze het erover dat ze niet bij mij moeten staan. Nou, windturbines hebben met name last van het NIMBY-effect. Not in my backyard. Iedereen vindt het belangrijk, maar ik wil hem niet zien. Zet hem maar bij de buren neer. En dan het liefst in een andere provincie. En nu is het vertaan, zet ze maar op zee. Maar goed, daar hebben we ook heel veel mensen. En daar hebben we ook heel veel stakeholders. Een plaatje van... ooit hadden we zo'n beetje 20% van de Nederlandse Noordzee. Die rode vlek daarboven de Wadden waren oestergronden. Die zijn er niet meer. Door ziektes, menselijk ingrijpen, met name ook gewoon door visserij, bonkelvisserij, is dat verdwenen. En dat gaan wij proberen terug te krijgen. En straks zie je bij een van de projecten, met name daar waar die voormalige oestergronden zaten, dat we daar specifiek voor die oesterweer gaan kijken van kunnen we die terugkrijgen. Ja, en hoe ziet er dat dan uit? Dit is dan een beetje onze droom. We gaan structuren plaatsen. Artificiële structuren. Dus kubussen van een soort beton. Met gaten, kieren, substraat erop. Om te kijken van, nou ja, wat gaat daar groeien? Wat trekt dat aan? Maar met name willen we ons focussen op levende riffen. Omdat levende riffen, en dan moet je bijvoorbeeld denken aan een platte oester. Ja, weet je, die groeien, die dijen uit. En dat doet een artificiële structuur uiteraard niet. Nou ja, op die manier proberen we dus in die windparken, de kraamkamers voor nieuwe onderwaternatuur, proberen we te kijken of we die onderwaterwereld weer wat florerender kunnen krijgen en een kickstart kunnen geven om die biodiversiteit weer een beetje op een ander niveau te krijgen. Dus natuurherstel is de standaard. Dat is eigenlijk ons doel. Nu is natuurherstel binnen windparken nog een beetje een zacht criterium. Hè. Ze vinden het leuk als windparkontwikkelaars dat meenemen in hun bouwplannen. Wat wij met het programma De Rijke Noordzee wel willen bereiken, is dat dit over 5 jaar, dus eind 2023 inmiddels, dat gewoon een standaard is. Als je een windpark aanlegt, moet je sowieso zorgen dat je daar heel goed over nadenkt van hoe ga ik dat natuurherstel daar een boost geven en hoe ga ik dat meenemen in mijn plannen. En dat je daar ook daadwerkelijk op beoordeeld wordt. Dat het echt een onderdeel wordt voor je criteria om dat windpark gegund te krijgen. Nou, hier hebben we een plaatje van een artificiële structuur. Dit is eigenlijk nog geweest voordat het Droomfonds is gegund. Dit was eigenlijk een pilotproject in de windpark Luchterduinen. Een heel simpel stalen frame op de bodem laten zinken. Vooral heel zwaar, want het mag geen kant op gaan. Windturbineontwikkelaars zijn natuurlijk als de dood dat zo'n structuur door stroming of golven meegenomen wordt, een kabel raakt of schade maakt aan zo'n windturbinepaal. Daar moet je een beetje op letten. Maar dit is een van de eerste projecten die we gedaan hebben. Het ontwerp was niet goed. Wat je kunt zien is dat die pootjes, dat zakt natuurlijk meteen de bodem in. En achteraf zei iedereen, dat had iedereen van tevoren ook kunnen bedenken. Nou, dat heeft niemand van tevoren bedacht. Dus dit zijn wel lessen die we mee moeten nemen. De kooi is onder water deels onder de zeebodem verdwenen. Helaas ook een deel van de oesters. Nou ja, en onder het zand doet een oester het niet goed. Het mooie was wel, de oesters die boven de zandoppervlakte, boven het zeebed zaten, dat die op een diepte van 24 meter gewoon gegroeid zijn. Die hadden het daar goed naar de zin. Hebben ook larven gegenereerd, dus die hebben zich ook voortgeplant. Dus oesters op die waterdiepte, platte oesters, doen het wel. Dus dat was een mooie les voor ons om mee te nemen. Klein filmpje. In een eens zo rijke Noordzee zijn door menselijk ingrijpen en ziektes nagenoeg alle natuurlijke riffen verdwenen. Deze riffen vormden het fundament voor veel leven in zee. Nu bestaat de bodem grotendeels alleen nog maar uit zand. Soorten die afhankelijk zijn van deze riffen komen nu veel minder voor. De aankomende jaren worden in de Noordzee windparken gebouwd. Een overgang naar duurzame energiebronnen is hard nodig om verdere klimaatverandering tegen te gaan. In 2023 moeten windparken in de Noordzee al stroom leveren voor 5 miljoen Nederlandse huishoudens. Maar naast het op een schone manier voorzien in onze energiebehoeften, bieden windparken nog een hele grote kans. Natuurversterking in de Noordzee. Omdat er tussen windmolens niet is toegestaan om over de bodem te vissen,
krijgt de ondermate natuur hier de kans om zich te ontwikkelen. Met het project De Rijke Noordzee starten Natuur en Milieu en Stichting De Noordzee een pilot om binnen een windpark met behulp van oestertafels en rifballen levende riffen te laten ontstaan. Oesters filteren water en bieden een aanhechtingsplek en voedsel voor veel andere dieren. Met de aanleg van nieuwe riffen krijgt het leven in de Noordzee een mooie kans. Door de ontwikkeling van deze riffen de komende jaren goed te monitoren, doen we kennis en ervaring op en ontwerpen we de basis voor natuurversterking in elk windmolenpark. Dit is onze droom. De Noordzee als bron van schone energie, rijk aan natuur en vol leven. Prachtige riffen bezaaid met oesters waar kleine visjes door bossen zeeanjelieren, juweelanemonen en koudwaterkoralen zwemmen. Zeebaarsen zoeken naar voedsel rond het rif en grote scholen steenwolken schuilen in de luwte. Een honshaai glijdt over de bodem en benadert onopgemerkt zijn prooi. Hier, tussen de windmolens, op de bodem van de Noordzee, kan de natuur weer ongestoord en vrij zijn gang gaan. Ja, dat is nu nog een animatie. En hopelijk gaan we dat natuurlijk ook wel bereiken. Nu is het niet zo dat ik denk van, nou ja, één zo'n riftbal die je ziet of één zo'n artificiële structuur gaat het verschil maken. Maar wat we met het programma met name ook doen, is kijken en leren van wat gebeurt er op welke plek en met welke structuur en wat gebeurt er mee. En op het moment dat je weet wat het doet, kun je dat vergroten en grootschaliger in gaan zetten. We doen dat bij verschillende projecten, bij verschillende offshore windprojecten. Daar zit een gedachte achter, dus het is niet zomaar dat we denken, hey, laten we eens wat leuks doen. Nee, er zit een gedachte achter. We hebben een wetenschappelijke raad, waar Han ook onderdeel van uitmaakt. En die wetenschappelijke raad heeft van tevoren een beetje gekeken van, nou, wat gaat de rode draad zijn? Welke soorten gaan we waarop inzetten? Hoe gaan we dat doen? En nou ja, als jullie dat leuk vinden, de rapporten staan allemaal op de website van de Rijke Noordzee. We willen zoveel mogelijk open source werken, dus alles wat er is, willen we delen. Dus www.derijkenoordzee.nl en daar staan allerlei leuke rapporten en documenten om te lezen. Behoorlijk diep de inhoud en de diepte ingaan. Onderzoek is een groot deel van het programma. We doen heel veel, maar we willen wel weten als we wat doen, waarom gebeuren er dingen en hoe kunnen we dat met onderzoek koppelen. Dus praktijk en theorie. En met dat onderzoek doen we ook heel veel samenwerking. En er zijn namelijk best wel veel programma's en onderzoeken die al lopen. En we proberen het ook zoveel mogelijk daar ook op aan te sluiten om met elkaar op die manier zo'n groot mogelijke meerwaarde te creëren. De projecten waar wij het over hebben. Wat doen we allemaal bij het programma De Rijke Noordzee? We zijn op 6 offshore windparklocaties bezig. We zijn op 1 offshore testlocatie bezig voor de kust van Scheveningen. En we zijn op land bezig met een kweeklijn. Dus we zien hier Blauwwind, Tennet, Ørsted. Die liggen daar in het linksonder bij het zuiden voor de kust van Vlissingen, zeg maar. Die parken zijn net gerealiseerd, Blauwwind en Ørsted. 2 keer 700 megawatt. En Tennet, ja, dat is de hoogspanningsbeheerder. Daar staat daar ook een platform waar al die kabels bij elkaar komen en dan met 1 grote kabel weer naar land gaan en van daaruit verder gedistribueerd worden. Meteen daar even een klein linkje met waarom moeten we op een gegeven moment naar waterstof. Als we in 2030 een 12, 13 gigawatt aan offshore wind hebben staan en we kijken naar wat dat voor vermogen gaat genereren, dan is op een gegeven moment de capaciteit om elektronen door een kabel heen te sturen, die is gewoon op. Want op het land kunnen ze dat niet meer kwijt. Vandaar dat je moet kijken van hoe gaan we dan die elektriciteit. En dan hebben ze het inderdaad over groene elektronen worden dan groene moleculen. Dan gaan we het opslaan in waterstof. En op die manier zitten we ook met offshore wind ook weer in een andere innovatie. Wordt ook wel gebruikt bij offshore windparken. Ik ga heel kort alle programmaatjes even langs. Daar zitten ook wat leuke foto's bij. Laten we beginnen met Ørsted.
Ørsted heeft een windpark gebouwd. Ørsted gaat samen met Rijke Noordzee gaan we kijken van kabeljauwen en kreeften. Met name van hoe doen die soorten het daar? Die worden getagd. We gaan de bewegingen in de gaten houden om te kijken van, nou ja, vindt zo'n soort het nou prettig bij zo'n offshore windpark? Of juist niet? Hoe doen kreeften dat? En op die manier proberen we zoveel mogelijk te monitoren, data te vergaren. En dat willen we ook allemaal in open source ter beschikking stellen, zodat iedereen daarvan kan leren en dat we daar dingen mee kunnen gaan doen. Dan hebben we Tennet. Tennet is een substation. Je ziet het plaatje van dat gele jacketstructuur met daarop een een transformatorhuisje zoals die wel eens in de woonwijk staat. Alleen is dit een iets groter transformatorhuisje. Maar in feite doet het niks anders dan alle kabels bij elkaar van die windparken, van die windmolens. En die worden dan middels 1 of 2 grote kabels terug naar land gebracht. Daaromheen zit ook weer een veiligheidszone, waar dus ook geen visserij plaats mag vinden. En in die veiligheidszone hebben wij die artificiële structuren, die blokken die daaronder ziet, hebben we daar, of die gaan we daar plaatsen. Om te kijken van, nou ja, wat voor leven trekt dat aan? Daar zitten ook zakken met oesters, met schelpen, met substraat, verschillende soorten substraat, om te kijken van, groeien er beestjes sneller op een mosselschelp of op een Sint-Jacobschelp of op een platte oesterschelp. En op die manier proberen we zoveel mogelijk te leren. Blauwwind hebben we, dat park is ook operationeel inmiddels, 700 megawatt. Daar hebben wij vorig jaar, in het laatste kwartaal, hebben wij daar een kleine 5000 platte oesters uitgezet. In speciale kooien. En die platte oesters, daar gaan we volgend jaar, in het derde jaar, in het vijfde jaar en in het achtste jaar, gaan we daar monitoren met een ROV, dus een robotje onder water met camera's, om te kijken van, hebben die oesters zich, zijn ze gaan groeien? Hebben ze zich voortgeplant? Die oesterkooien die staan eigenlijk vlakbij die scouwer, hebben die steenbestorting om die paal heen. We gaan dus ook kijken van, die larven, hebben zich die verspreid en zijn die als kleine spetjes, dus kleine oestertjes, hebben ze die gevestigd op die scouwprotectie. En op die manier kijken we dus bij 4 windturbines hoe dat in zijn werk gaat en of die oesters het daadwerkelijk goed gaan doen. Heb je meteen eigenlijk die platte oester te pakken? In Nederland mogen we alleen maar die platte oester gebruiken, omdat dat een inheemse soort is. Je hebt natuurlijk ook de Japanse, dat mag niet, is een uitheemse soort. Maar die platte oester, die hebben we niet zoveel. Die moeten we, voor dit project hebben we die bijvoorbeeld uit Ierland gehaald, uit een kwekerij of uit een bestaande populatie. Maar als we dit natuurlijk, als het slaagt en we willen dit op grote schaal toepassen, zullen we ervoor moeten zorgen dat we die platte oester ook zelf kunnen kweken. En daar zijn we met een van de projecten ook mee bezig. Laat ik jullie daar ook een plaatje van zien. De testsite, de offshore testsite is eigenlijk een offshore moestuintje waar 6 kavels liggen van ieder een hectare groot. En op een van die kavels wordt gekeken bijvoorbeeld naar drijvende zonnepanelen, hoe doet dat het? Bij een andere kavel hebben ze zeewierhangcultuur, bij nog een andere kavel kijken ze van kunnen we mosselen kweken in een hangcultuur? Ja, en een van die kavels hebben wij als de Rijke Noordzee en daar hebben we artificiële structuren geplaatst. 4 stuks, dat hebben we ook eind vorig jaar gedaan. Heeft nog een stukje van in de Volkskrant gestaan, een maand of anderhalf geleden geloof ik. Of dat hebben we dit jaar zelfs gedaan. Daar gaan we ook weer monitoren om te kijken wat gebeurt. En waarom is een offshore testsite nou zo leuk? Daar mogen we duiken, maar daar mogen we ook met wat goedkopere schepen meer dingen doen. In een offshore windpark dan vaar je toch in een energiecentrale van 1 miljard euro... Dus de ontwikkelaars, eigenaars zijn toch bang dat daar dingen gebeuren. Dus er zitten best wel strikte eisen aan. In zo'n testsite kun je gewoon lekker pionieren en dan kunnen we nog meer uitproberen en nog meer dingen doen, zonder dat we daar met heel veel zaken rekening hoeven te houden. Dus dat is een heel mooi initiatief. Dan hebben we Luchterduinen. Dat is dat project wat ik straks liet zien, waar we eigenlijk een pilot hebben gedraaid met die oesterkooi die een beetje onder het zand is gegaan. Wat we bij Luchterduinen bijvoorbeeld wel doen, is om te kijken van met monsters in de waterkolom nemen, met eDNA, van god, die oesters die daar 2 jaar geleden zijn geweest, hebben die daar nou larven en zit daar jong oesterbroed, hebben die zich daar gemanifesteerd?
Vattenfall is een project waar we ook mee bezig zijn. Dat windpark moet nog gebouwd worden. En eind dit jaar gaan ze daar starten met het plaatsen van de funderingspalen. En die doen dat op een nieuwe manier. Nou ja, ze worden er nog steeds ingeheid, dus met belletjesgordijn om het geluid te verminderen tijdens het heien. Maar in die funderingspalen, die toch ja, zo waterdiepte 25 tot 30 meter, een 8 meter diameter paal, daar maken ze in de palen grote gaten. Dat doen ze om twee redenen. Eén reden is omdat er dan weer vers water die paal in kan en dat heeft te maken met corrosie. Maar aan de andere kant doen ze het om te kijken van, die gaten, wordt dat gebruikt door rifbewoners? Trekt dat bepaalde soorten aan? Vinden die dat prettig daar en gaan die zich daar vestigen? Nou, wat wij gaan doen is het eerste jaar daar monitoren, want die palen die blijven daar een jaar zonder windturbine staan. Dat heeft te maken met een technische planning. Eerst de palen plaatsen, daarna de windturbines een jaar later. Maar dat geeft ons geweldige mogelijkheid om in die paal te gaan kijken met camera's, met fishfinders, om te kijken van wat komt er nou in zo'n jaar allemaal zo'n paal binnenzwemmen en hoe gaan die het daar hebben en wat gebeurt er allemaal. En als dat nou mooi aanslaat, zou dat dus weer een mooi nieuw ingrediënt kunnen zijn om wellicht bij toekomstige windparken als een, ja, een eis of een mogelijkheid te definiëren. Ja, en Gemini, last but not least, helemaal in het noorden, boven de Wadden, eigenlijk in de voormalige oestergronden. Ja, die locatie is met name heel erg geschikt om toch die platte oester te kweken. Het heeft met de waterdiepte te maken, met de locatie. En daar willen we 5 hectare aan platte oesterrif gaan creëren. En ook uiteraard kijken wat gaat daar gebeuren. We willen dat dit jaar, in het derde kwartaal, van dit jaar willen we daar 2 hectare gaan plaatsen. En volgend jaar de overige 3 hectare. En dat doen we eigenlijk om eerst te leren. Als je het in 1 keer doet en er gaat toch iets fout, dan zijn we het kwijt. En nu hebben we een lerend effect en een beetje een spreiding van de risico. Eerst 2 hectare, daarna 3 hectare. En dan puur met die platte oester. En dan zien we die platte oester met de kweeklijn. We zijn daar in het Zeeuwse samen met producenten van oesters, dus gewoon consumptieoesterproducenten, maar ook met stichtingen, maar ook met het NIOS en Wageningen Marine Research, WMR, zijn we aan het kijken en de hogescholen, van kunnen we daar een kweeklijn op zetten om die platte oester toch op een betrouwbare en het liefst ook ziektevrije manier te kunnen kweken. We hebben het eerste jaar, vorig jaar, zijn we gestart met 150 platte oesters die zijn opgedoken in de Zeeuwse wateren. Nou ja, van die 150 waren er een 92 die zijn gecheckt bij WMR, waren ziektevrij, zeg maar, bonamia vrij. Met die 92 zijn wij gaan kweken op verschillende locaties. Nou, die hebben ontzettend miljoenen larven geproduceerd. En van die miljoenen larven zijn er ongeveer tienduizenden broedjes. Ja, zeg maar een klein larf dat zich vastzet op een gegeven moment op een stukje hartsubstraat. Dat is een broedje, het begin van een oestertje. Hebben zich gemanifesteerd en daar hebben we er een aantal maanden geleden hebben we daar bij de Brouwersdam die broedjes uitgezet om te kijken van wat gaan die doen. Die kunnen we nog niet voor offshore windparken gebruiken, helaas. Daar zit wet en regelgeving aan vast. En voordat je een platte oester zomaar in een niet-bonamia geïnfecteerd gebied mag uitzetten, moet er een certificatieprogramma van minimaal 2 jaar, en misschien wordt het nog wel meer, aan zitten. En zodat je zeker weet dat de oesters die je daar plaatst, dat die bonamia vrij zijn. Maar dit zijn in ieder geval de eerste mooie stappen om te kijken van hoe kunnen we die platte oester op een betrouwbare manier zelf kweken. Ja, en dan zien we nog een plaatje in Den Haag. Uiteindelijk zijn we natuurlijk ook heel erg druk om te kijken van kunnen we de lobby, hè, want we moeten en de windsector meenemen, maar ook het publiek, maar zeker ook de overheid. Ik noemde het net al bijvoorbeeld van hoe gaan we nou om met het plaatsen van die platte oester. Nou ja, dan hebben we toch wel een lobby richting het ministerie van LNV. Met het ministerie van EZK, maar ook met Rijkswaterstaat, hebben we ook gesprekken van, nou ja, hoe moeten dadelijk die nieuwe windparken eruit komen te zien? Wat bijvoorbeeld het ministerie van EZK op dit moment doet, is monitoren, site data aangeven van de windparken waar ze gebouwd gaan worden. Golfgegevens, bodemgegevens.
En we zijn nu in gesprek om te zeggen van, als je eigenlijk één extra schakelaartje omzet tijdens het monitoren van die locatie, kun je zoveel meer data binnenhalen waar we eigenlijk al vooraf wat meer kunnen zeggen over welke kans heeft biodiversiteit op een specifieke plek. Nou, daar zijn ze natuurlijk erg gecharmeerd over. Dus dat zijn ook dingen waar het programma zich, de Rijke Noordzee, mee bezighoudt. Rechts zie je nog een plaatje van, rechtsboven, een prachtig plaatje van toen we de oestertafels uit zijn gaan zetten bij Blauwwind. In het midden zie je zo'n artificieel structuurtje, die gele blokjes. Die moeten we natuurlijk van tevoren testen. Van, ja, we willen niet dat die aan de wandel gaan onder water. Dus die worden getest in een watergoot. Daar worden eigenlijk dezelfde condities als offshore worden nagebootst. En dan kijken van, is het ontwerp goed? Voldoet het? In dit geval was dat niet zo. Hij ging om, maar beter in een watergoot dan offshore. Dus we hebben hem groter gemaakt en toen deed hij het wel. Dus het is met name een heel mooi do- en learn-by-doing project. Hier dan nog een leuk plaatje van de oesters die we uit hebben gezet. Je ziet dus ook dat het zware structuren zijn, offshore. Het is allemaal zwaar, groot. Het plaatsen is dus ook best kostbaar, want zo'n schip moet daar toch heen. Die ligt daar toch een tijd. Je hebt mobiliseren, demobiliseren. Een grote haak en plastic oestermandjes. Nou, deze gaan we er eind dit jaar gaan deze tafels weer omhoog. Gaan we alle oesters één voor één eruit halen, meten, kijken, zijn ze gegroeid, hoe hebben ze het gedaan. Vervolgens weer terug in mandjes en weer terug. En zo doen we dat een paar keer gedurende 8 jaar. Om te kijken van, wat gebeurt er met die platte oester? Hier de platte oester die we dus uitgezet hebben in de Brouwersdam vanuit de kweeklijn. En hier dan een van die eerste oesters die we gebruikt hebben door een van onze medewerkers van het programma zelf gefotografeerd. Hier nog een plaatje van die artificiële structuur. Een beetje herkenbaar, de gele blokjes die je straks in de watergoot zag. Ze zijn hier niet geel, maar het zijn de grijze blokjes. Maar dit is de structuur geworden. Daar zitten ook zakjes met substraat in om te kijken van wat gaat het doen. Aan sommigen zitten touwen met kurken om te kijken van gaan zich maar mosselen aanhechten. Op een ander zit weer een stalen frame om te kijken van gaat daar een inktvis of een rog eieren op afzetten. Dus er wordt van allerlei, we zijn op allerlei manieren bezig om kennis te vergaren en vooral dingen te doen. En een heel leuk plaatje wat we hebben geschoten tijdens het plaatsen van de oesters in het offshore windpark Blauwwind. Die steenbestorting die om die funderingspaal heen lag, die lag daar maar pas een paar maanden. Maar dan zie je dat die stenen eigenlijk al heel snel begroeid worden met kleine organismen. En dat er ook heel snel al zeeleven naartoe trekt. En dit was de grote spinkrab die we eigenlijk al heel lang niet meer hadden gezien. En een prachtig fotootje met de ROV van die spinkrab. Dus die vindt het blijkbaar of hij was verdwaald of hij had het echt naar zijn zin. Voor zover even het verhaal van de Rijke Noordzee. Dankjewel, Erwin, voor dit positieve verhaal, zou ik haast willen zeggen. Dat ziet er... Het is mooi dat we deze ontwikkeling ook aangrijpen om natuurontwikkeling tot stand te brengen. Ik vraag me af, zijn er nog mensen met vragen? Je mag het in de chat zetten. Je mag ook gewoon even je microfoon aanzetten en je camera. Ik zie er eigenlijk niet zoveel. Ik weet niet of dat aan mij ligt of... Ja, ik heb wel een vraag. Oké, Marcia. Zijn wij de enige land met zulke onderzoeken in de Noordzee? Wij zijn... Wij zijn niet het enige land. Er zijn heel veel partijen bezig met onderzoek. In België gebeurt het een en ander. We werken ook samen met partijen in België. België is al eigenlijk een paar stapjes verder als ze kijken van wat doen bijvoorbeeld een kabeljauw, hoe gedraagt hij zich in een offshore windpark. De UK is druk bezig met dit soort programma's, in Duitsland ook. In de UK hebben we een samenwerkingsprogramma, met name omdat daar al gemerkt is dat aanvragen van windparken afgewezen worden omdat ze tegen de grenzen van de natuur aankomen. Dus ze moeten daar naar oplossingen zoeken.
Dus met de UK zijn we aan het kijken van kunnen we een soort van kansenkaart maken, opportunity kaart van waar in de Noordzee, en dan hebben we het weer over de Europese Noordzee, past nou het beste welk type van natuurversterking. Dus er zijn heel veel projecten die er lopen en in Nederland ook ontzettend veel. En dus wat dat betreft, toen ik startte met het programma De Rijke Noordzee en als biodiversiteitsleek vanuit de technische wereld de biodiversiteit in kwam, toen dacht ik, nou, het is een uniek programma. Het is ook een uniek programma, maar als ik bijvoorbeeld al kijk hoeveel mensen er met een platte oester bezig zijn, ongelooflijk. Er wordt aan alle kanten keihard gewerkt om dat gewoon met elkaar voor elkaar te krijgen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Nou, het is mooi te weten dat inderdaad al die onderzoeken, je hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden natuurlijk. Hè? En je helpt dan gewoon elkaar dan eigenlijk. Zeker. Ja, nou, dankjewel. Vond het heel interessant. Ja, leuk. Ja. Is er nog iemand met een vraag? Ik hoor niet. Ik heb op dit moment zelf een beetje een technisch probleem dat mijn scherm zwart is geworden. Hoor je mij nog, Erwin? Ja, ik hoor je. Ja. Oké, je kunt me nog wel horen. Ja, en ik kan je ook zien. Oké, ik kan jullie niet meer zien. Dus ik wou eigenlijk even aan Guy vragen. Zou jij even de regie anders over willen nemen? Ik weet niet, zijn er nog vragen in de chat? Of zijn er nog mensen die vragen hebben? Ik weet niet of Guy mij kan horen. Ja hoor, ja, ik kan je horen. Er zijn geen vragen meer volgens mij in de chat. Oké. Kan Guy mijn vraag aankondigen? Ja, dat kan, maar waar is jouw vraag? Ik denk dat hij bedoelt de prachtige kans. Wim Haven, wacht even. Prachtige kans, maar hoe kijk je tegen risico's van Jan van Genten, jagers en drieteenmeeuwen en sterns aan? Nou ja, dat is inderdaad een risico. En een risico is uiteindelijk ook een kans, want als we die met elkaar mitigeren, dan ontstaat er een mooie kans. Het programma De Rijke Noordzee, die focust zich echt alleen maar op die kans op onderwater. Maar natuurlijk de Founding Fathers, Natuur en Milieu, maar met name Stichting de Noordzee, is heel erg druk met hoe gaan we om met risico's voor offshore windparken en hoe gaan we dat mitigeren. Dus aanvaringsrisico's voor vogels en vleermuizen, daar wordt ook aan alle kanten heel hard op gewerkt. En dat moet ook gewoon voor elkaar gebokst worden, want heel simpel, een windpark is een risico voor vogels en vleermuizen. Maar dat betekent ook dat vogels en vleermuizen een risico zijn voor de ontwikkeling van wind. Dus we moeten er samen uitkomen en we moeten daar ook een oplossing voor zien te vinden. Ja, absoluut. Alleen het programma De Rijke Noordzee gaat daar niet over. Nee, het is een heel web van mensen die bezig zijn. Ja, binnen Stichting De Noordzee wordt er keihard aan gewerkt. En in het verhaal is het ook altijd, weet je, je hebt kansen en risico's. En ja, met alle respect, de risico's moeten we ook gemitigeerd krijgen en opzien te lossen. En dat spreekt voor zich. Misschien leuk om even te vertellen. Over precies een jaar hebben we een hele grote internationale conferentie over windmolens en wildlife in Nederland. Die is in diverse landen in Europa al geweest. En volgend jaar, precies over een jaar, is die in Egmond Aanzee een aantal dagen. Ja, en als je ook wat meer wilt weten over risico's, misschien ook wel guidelines als je kijkt naar wind en ook zon, zowel op land als op zee. De IUCN heeft daar net ook een rapport over geschreven. Dat is volgens mij een maandje geleden uitgekomen. Guidelines wind en zon. En daar hebben wij als programma De Rijke Noordzee ook een klein rolletje in gespeeld. Maar daar staat ook het een en ander in. Dus er is wel heel veel te vinden. Ja. Ik zie verder geen vragen meer, Ineke. Oké. Nou, dan stel ik voor dat we de lezing gewoon gaan beëindigen. En ik wil eigenlijk allereerst natuurlijk Han en Erwin ontzettend bedanken voor hun bijdrage. Dit is, normaliter organiseren we gewoon lezingen in een zaal. En dan is dit het moment dat ik iets overhandig aan de sprekers. Dat kan ik nu natuurlijk niet letterlijk doen, maar ik zal... Ik neem na de lezing even contact met jullie op en dan komt dat vanzelf wel goed. En ik wil natuurlijk ook alle toehoorders ontzettend bedanken voor jullie bijdrage. En
Ja, ik zou haar zeggen wel thuis. Dat zeggen we normaal ook. En dat geldt nu natuurlijk ook. En we hebben straks 21 april nog een laatste lezing van dit seizoen, zal ik maar zeggen. Dus wellicht ben je er dan weer bij. En anders, ja, tot ziens een andere keer.